Wat zijn de gevolgen voor Nederland als er uiteindelijk een harde Brexit komt? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Nu het Britse parlement de Brexit-deal van premier May afgelopen dinsdag wegstemde, is het scenario van een harde Brexit een stuk realistischer geworden. In de studio Stineke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedenavond, mevrouw van der Graaf. Goedenavond. Ja, die harde Brexit, wat betekent dat voor Nederland? Ja, het zijn echt dagkoers, hè, wat we nu zien in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Het Britse parlement heeft de deal die de Europese Unie met premier May en haar regering heeft gesloten afgestemd. Ja. Met een overgrote meerderheid. Dat betekent dat er nu eigenlijk een nieuwe situatie weer ontstaat. Mm-hmm. Dus de premier heeft van het parlement de opdracht gekregen om binnen 3 dagen met een alternatief plan te komen. Ja. Een plan B. Dat er nog niet was. Nou, dat zullen we komende weken horen wat daaruit is gekomen. En dan zullen de Britten daar ook weer eind januari over moeten stemmen. Ja, maar intussen zijn de Nederlandse vissers heel onzeker over wat er gaat gebeuren. Ja, daar gaat ook een hele grote zorg uit van de ChristenUnie ook. Ja. Want wij willen heel graag dat onze vissers kunnen blijven vissen in de wateren die bij Groot-Brittannië horen. Hier hebben we ook veel aandacht voor in de Kamer. Daar hebben we ook een motie over ingediend. En de regering waakt ook voor die belangen. Maar het is heel lastig. Hier is geen duidelijkheid over op dit moment. Maar het is er ons alles aangelegen om daar een oplossing voor te vinden. Ja, want bereidt Nederland zich voor op een harde Brexit? Ja, het is nu zaak dat Nederland, en dat doen we al een tijd, rekening houdt eigenlijk met alle scenario's. Ja. Het mooiste is, we hebben natuurlijk, de ChristenUnie had gehoopt dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie zou blijven. De Britten hebben anders gekozen in dat referendum en dat moeten we respecteren. Of we dat een verstandige keuze vinden of een wenselijke keuze, nee, dat niet. Maar we hebben dat wel te respecteren. Maar is dat ook nog een scenario dat ze op een schreden terugkomen? Nou, dat is de vraag. Ik bedoel, daarover verschillende meningen ook in Groot-Brittannië. Dus daarom is het ook buitengewoon interessant om het te volgen. Maar voor ons ook allemaal heel ongewis wat daaruit komt. Dus daarom moeten we ons voorbereiden op al die scenario's. Mm-hmm. En het mooiste is als je eruit kunt komen met een deal. Er lag een deal, die was voor de Britten ingewikkeld. Het verlaten van de Britten van de Europese Unie zonder afspraken, hè, zo'n harde Brexit, dat is wel echt een doemscenario. Ja. En ik vind dat we dat zouden moeten voorkomen. Dus dat vraagt ook van ons wat. Komende week gaan we daarover ook in de Tweede Kamer weer in debat met onze regering. Hoe moet de Europese Unie nu reageren op wat er gebeurt? Dat blijft lastig, maar ik vind dat we het verplicht zijn. Ook als je kijkt naar de Britten, die hebben nu gezegd wat ze niet willen. Ze weten ook nog niet helemaal precies wat ze wel willen. Ja. Geef hen ook nog een beetje ruimte om dat goed te kunnen bedenken. Ja. En dat vraagt van de Europese Unie, denk ik, ook een wat meer coulante opstelling. Ja, intussen tikt de klok door. 29 maart komt de rassenschreden dichterbij. Ja. Gaat dat lukken allemaal? Dat is zeer de vraag. Ja. Als deze deal was aangenomen, was er duidelijkheid. Die is er nu niet. Dus dat betekent echt dat ik zeg, het zijn dagkoers. We moeten echt afwachten wat de Britten nu maandag naar buiten gaan brengen. Wat ze eind januari zullen gaan besluiten. Maar als een uitstel onvermijdelijk is, vind ik dat de Europese Unie zich daar coulant zou moeten opstellen. Oké, gaan we volgende week zien. Verder behandeld in de Kamer. Even naar onze Nederlandse politiek. Er is wat heibel in de coalitie. Want uw coalitiegenoot Dijkhoff die wil het klimaatakkoord niet uitvoeren. Hoe moet dat nou? Nou, het is duidelijk geweest dat collega Dijkhoff vorige week zaterdag in een interview in de krant stevige uitspraken heeft gedaan. Was u verrast? Ik denk dat die uitspraken ons allemaal wel hebben verrast. Ja. Hè? De manier als je een coalitiegenoot een drammer noemt. Als je net doet alsof jij de enige bent die opkomt voor de belangen van de burger. Mm-hmm. En het klimaatakkoord dat gesloten is in twijfel trekt. Dan moet je wel stevig het gesprek aangaan. En maar dat die is ook overlegt gebeurd. Toch alles met z'n vieren van tevoren, voordat iemand met iets naar buiten komt? Exact. En daar heeft de heer Dijkhoff ook aan tafel gezeten. Dus dat was onderdeel van de verbazing. Ja. Afgelopen maandag is er een coalitieoverleg geweest. Daar is natuurlijk wel stevig gesproken over wat er is gezegd. Ja. Deze week is ook duidelijk geworden dat de VVD heeft gezegd, goed, we staan nog steeds achter de afspraken die we hebben gemaakt. Mm-hmm. Gelooft u dat ook?
de handtekening staat. Ja. Dus daar moeten we niet aan twijfelen. Maar er komen verkiezingen aan, zoals u weet. Ja. Dus... En dan maken mensen soms rare sprongen. Ik denk dat hier ook het geval is. Maar toch is het wel goed om elkaar dan te houden aan de afspraken die je met elkaar hebt. Mm-hmm. En er is een klimaatakkoord gesloten. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat we dat doen. Dat we het CO2 gaan verminderen, de uitstoot daarvan in ons land. Dat we daar ook harde afspraken over maken en ook de juiste maatregelen betreffen. Maar we vinden wel dat het een rechtvaardig akkoord moet zijn. Ja. Dus de maatregelen die je treft, die moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor gezinnen, maar ook voor bedrijven. Ja, duidelijk. Ik zei, er komen verkiezingen aan. U gaat zich ook profileren, net als meneer Dijkhoff vorige week gedaan heeft. Welk thema pakt u dan? Nou, ik denk rondom dit klimaatakkoord. Collega Dijkhoff heeft even stevig de hakken in het zand gezet. Ja. Maar de afspraken staan nog. En voor ons is het heel belangrijk. We laten nu de maatregelen uit het klimaatakkoord doorrekenen. Mm-hmm. De uitkomsten zijn daarvan nog niet bekend. Dus dan wordt ook duidelijk hoeveel het gaat kosten. En dan kunnen we ook besluiten nemen, want die zijn nog niet genomen nu. Ja. Hè? Dat is ook goed om even te markeren. Het definitieve besluiten over waar de rekening precies komt te liggen en hoeveel er van ons wordt verwacht als burgers. Mm-hmm. En van bedrijven, hoeveel we daar aan bij moeten betalen. Ja. En de overheid. Die besluiten kunnen pas worden genomen als we de cijfers weten van de maatregelen die we hebben bedacht. Begrijp ik. Maar heeft u niet zoiets van de VVD roept nu dit, wij gaan ook eens iets verzinnen en dat dan naar buiten brengen om de VVD te kietelen. En D66 misschien wel en CDA. Nou, we hebben als ChristenUnie een hele constructieve opstelling in deze coalitie. Netjes. We maken ons punt stevig, denk ik. Hè? Dus als we kijken naar hoe dat rondom vliegveld Lelystad is gegaan. Mm-hmm. Dat we zeggen, nee, we moeten de juiste volgorde hanteren. Mm-hmm. De onderzoeken waar we onze besluiten op baseren moeten goed zijn. Dat zijn stevige standpunten. En ik weet ook dat we aandacht hebben voor niet alleen onze ouderen in de samenleving, waardig ouder worden. Ja. Maar we vinden ook dat we nu oog moeten hebben voor de jongeren in onze samenleving. U kwam ook met de VVD naar buiten gisteren met een plan om antisemitisme strenger aan te pakken. En dat kwam precies op het moment dat het nieuws kwam dat Maleisië weigert om Israëlische sporters mee te laten doen aan een zwemkampioenschap. Uw collega Peter van Dalen heeft daar vragen over gesteld in het Europees Parlement. Is dat nodig om antisemitisme iedere keer maar weer onder de aandacht te brengen? Ja, dat is helaas nodig. Mm. En wij vinden dan ook dat we dat moeten doen en dat we echt op de agenda moeten zetten. Ja. Het klimaat in Nederland verandert eigenlijk ten aanzien van mensen met een Joodse afkomst. En zij geven zelf ook aan vanuit de Joodse gemeenschap dat het voor hen lang niet altijd mogelijk is of dat ze niet altijd veilig voelen om over straat te gaan zoals ze dat eigenlijk liefst zouden willen. Ja. Herkenbaar. Er zijn steeds vaker berichten over scheldpartijen, bedreigingen. Ja. Recent kreeg ik een brief van een ouder echtpaar wat te maken had met een zware bedreiging, dan wel geweldsincident. Daar maak ik mij zorgen over. En ik ben dus heel erg blij dat Gert-Jan Segers samen met Dylan Jezielkes van de VVD nu een initiatief neemt om antisemitisme echt weer op de agenda te zetten. Mm-hmm. En dat initiatief willen ze de komende weken naar buiten brengen. Ja. Een paar maatregelen hebben ze al aangekondigd. Ja, want wat zou u concreet kunnen doen als politiek? Nou, we vinden dat er dat er een nationaal coördinator zou moeten komen. Dat is hoe we dat nu hebben genoemd. Ja. Die ook het antisemitisme in de samenleving in de gaten houdt. Dat monitort. Maar ook iemand die armslag heeft. Hè? Dus die zaken in beweging kan zetten om daar wat aan te doen. Ja, maar dat doet het CD ook. Ja, maar we hopen dat het ook de aangiftebereidheid zal vergroten. Ja. Zodat we dat meer in beeld krijgen hoe groot het vraagstuk is. Hè? Want we hebben natuurlijk allemaal gezien de vernielingen die bij het restaurant Hakkermel in Amsterdam zijn geweest. Die zijn groot in het nieuws geweest, ook in ons land. Maar we vinden ook dat we in het onderwijs hier meer aandacht voor moeten hebben. Ja. Dat je leert welke rol antisemitisme in de geschiedenis heeft gespeeld. En ook de rol en de bijdrage ook van de Joodse mensen aan onze cultuur. Ja, en ja want met alle respect, een plek in krijgen. Mensen over het laten signaleren is natuurlijk allemaal achteraf. Dan is het al gebeurd.
Maar je zou preventief iets moeten doen om antisemitisme uit te bannen. Nou, zo zijn dit een aantal voorstellen die daaraan proberen bij te dragen. Ja. En in de komende weken, ergens in de komende weken, zullen ChristenUnie en VVD hun initiatief naar buiten brengen. Maar wat zegt het dan dat Maleisië zo'n stap neemt en die Israëlische supporters gewoon weert? Ik ken de achtergrond van de overheid van Maleisië niet. Mm-hmm. Ik denk wel dat het goed is om hier vragen over te stellen en om daar aandacht voor te vragen. En wij hopen dat het klimaat rondom mensen met een Joodse afkomst dat gaat veranderen. Ja. En wij willen daar een rol in spelen. Ja. Intussen gaan Joodse mensen weg, terug naar Israël of naar andere landen. Is dat ook een veegteken? Nou, dat breekt je hart. Ja. Dat zou niet zo moeten zijn in het land waar wij wonen. Ik woon zelf in een stad, ik woon in Groningen, waar we ook een hele beladen geschiedenis hebben. Waar veel Joodse mensen zijn weggetrokken in het verleden. Ik vind dat Nederland een veilige samenleving zou moeten zijn, waar iedereen veilig zou moeten kunnen wonen. Ja. Waar je je afkomst kunt beleiden, waar je je geloof kunt beleiden en waar je veilig over straat kunt. Ja. En dat geldt ook voor Joodse mensen. Ja. Speerpunt voor de ChristenUnie. Heel belangrijk speerpunt voor de ChristenUnie. Even naar een ander onderwerp. De Merwedebrug, die was bijna ingestort, begrepen wij. Nog een paar dagen, dan was het gebeurd. 6 dagen. Zeggen onderzoekers. Is Nederland ontsnapt aan een ramp? Nou, we zijn ons wel een hoedje geschrokken gisteren. Mm-hmm. Ik in ieder geval wel. En veel mensen in de omgeving van de Merwedebrug ook. Ja. We herinneren ons denk ik nog wel in 2016. Toen is er na een inspectie is besloten om de brug af te sluiten voor een aantal maanden. Want ze hadden wat scheurtjes ontdekt in de brug voor onderzoek. En daarna is hij weer opengesteld. En nu blijkt dat we eigenlijk aan een ramp zouden zijn ontsnapt. Ja. Ik heb daar gelijk kamervragen over gesteld gisteren aan de minister van Infrastructuur. Want hier staan levens op het spel. Ja. En is dit een uitzondering of zijn er misschien meer infrastructurele werken die we niet kunnen vertrouwen? Nou, dat hoop ik van niet, maar dat wil ik wel weten. Dus ik heb de minister gevraagd van, nou, als het gaat om de Merwedebrug, hoe kon Rijkswaterstaat in 2016 concluderen dat er niet sprake was van dat acute risico, maar dat het nu toch wel blijkt te zijn. Ja. En zijn er meer bruggen in ons land waar we dit vraagstuk moet spelen? Mm-hmm. We weten wel dat veel van de bruggen in Nederland dat het belangrijk is om daar onderhoud aan te doen. Dat er ook wel vaker sprake is van achterstallig onderhoud. Ja. Dus daar gaan we ook in deze regeringsperiode hebben we met elkaar afgesproken dat we daarin meer gaan investeren in het onderhoud. We vinden dat een brug moet veilig zijn als je daar overheen gaat. Ja. Geldt ook voor provincies, geldt ook voor gemeenten. Waar ook een verantwoordelijkheid ligt voor de onderhoud aan hun bruggen. Want zullen die niet gaan zwarte pieten, het Rijk naar de provincie, provincie naar... Nee, er zijn bruggen waar het Rijk verantwoordelijk voor is. Ja. Er zijn bruggen waar de provincie verantwoordelijk is en er zijn bruggen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. En wat belangrijk is, het is natuurlijk altijd mooier als je geld kunt insteken in de aanleg van een nieuwe infrastructuur. Maar het is ook heel belangrijk om te zorgen dat je je infrastructuur die je hebt, je wegen, je bruggen, je vaarwegen, dat je die goed onderhoudt. Ja. En dat kost veel geld. Maar het is wel belangrijk dat we daarin blijven investeren. Duidelijk. Tot slot, afgelopen week was u ook zelf even in het nieuws. U gaat de Kamer tijdelijk verlaten vanwege zwangerschapsverlof. Ja. Van harte gefeliciteerd ermee. Dank u wel. Wanneer komt u terug? Dat zal dan dus richting de zomer zijn. Ja. We zijn heel dankbaar. Het gaat ook goed en we hopen ook dat het goed mag blijven gaan. Zit er dan nog een kabinet in de zomer? Daar ga ik wel van uit. Ja? Ik heb daar vertrouwen in. Want verkiezingen hebben we achter de rug en Rutte is misschien naar Europa. Nou, de verkiezingen komen eraan voor de Provinciale Staten. Daarna voor de Eerste Kamer. En daarna nog voor het Europese Parlement. Ik ben al lang weer terug voordat we zover zijn. Oké, gaan we zien. Dank voor de komst naar de studio. Stineke van der Graaf van de ChristenUnie. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag, beleven en welzijn, zijn we er weer. Goed weekend. Graag tot dan. Dag.